Als Maria Tessel schade ergens binnenliep, dan lagen alle mannen aan haar voeten. Ze was de muze van de een en de droomvrouw van de ander, maar niemand weet hoe wij haar schetsen moeten. Want er zijn van haar geen plaatjes of portretten meer bekend. Er is geen boek waarin men haar beschrijft. Dus we kunnen enkel gissen en de plank waarschijnlijk missen, zodat zij voor eeuwig raadselachtig blijft. Elke man kan nu zijn favoriete dame op Maria Tesselschade projecteren. Bij mij wisselt elke dag de vrouw die haar verbeelden mag. En dit zal u hoogstwaarschijnlijk wel frapperen. Soms stel ik Maria samen uit de vrouwen die ik mooi vind en ik schuif ze in elkaar. Ik neem de ogen van de een en het kontje van de ander, en van weer een ander neem ik soms het haar. Zo pas ik Maria telkens even aan, aan mijn stemming op die specifieke dag. En zo is zij elke keer steeds opnieuw en telkens weer de allermooiste vrouw die ik nooit zag. Ja. Ja.